Goedenavond. Fortuna Sittard had een off day gisteren. 3-1 nederlaag bij Sparta was een vergissing, zo zullen we het noemen. Maar het leven heeft nog zoveel meer te bieden. Michael Kirpan, verdediger van Fortuna Sittard, weet dat als geen ander. Publiekslieveling kwam terug naar Sittard om dicht bij zijn vrouw te zijn. Zij is ziek en hij krijgt veel steun van de Sittardse club en zijn achterban. De bijzondere band die je met Fortuna eigenlijk hebt. En ik zal het even kort uiteenzetten. Correct me if I'm wrong. In de winterstop ben je naar Fortuna gekomen afgelopen januari. Op huurbasis vanuit Kasımpaşa. Je bent gaan voetballen in België, naar Turkije. Want je hebt Turkse roots ook. In Turkije naar Kasımpaşa gegaan. Verhuurd aan Fortuna om dicht bij je vrouw te kunnen zijn in België. Want zij is ziek, MS, agressieve vorm. Je moest in de zomer weer terug naar Turkije, want ja, je was nou eenmaal eigendom van die club. En uiteindelijk ben je dus nu op contract, 3 jaar minimaal, aan Fortuna verbonden. Dus je bent eigenlijk weer een beetje terug. En in die korte tijd ben je gewoon een publiekslieveling geworden. Hoe heb je dat zo snel gedaan? Ja, ik weet het niet. Ik weet het zelf ook niet hoe het allemaal gebeurd is. Ik heb het al eens aangegeven ervoor. Er zijn geen woorden voor hoe dat komt, dat mijn gevoel zo goed ligt bij Sittard en dat de Sittard-supporters mij ook zo graag hebben. Het is gewoon een perfecte match tussen elkaar. Ik denk dat ik misschien een beetje de waarden heb dat de supporters graag zien op een veld, van ervoor te gaan, wat er ook gebeurt. En, ik ben altijd een speler geweest dat van mijn werk leeft. Ik ben nooit het grootste talent geweest. Ik heb altijd moeten werken voor te geraken waar ik ben geraakt. En, misschien is deze wat de supporters toespreekt van hoe hard ik op een veld werk. Misschien, ik weet niet. Ik heb er geen woorden voor, dus het is gewoon fijn om het aan te voelen. Ja, je ziet het, hè, want je wordt gewoon verwelkomd weer in het stadion. Dit was toen je dus weer eigenlijk je terugkomst. Dat zei je ook nog, jongens, ik ben weer thuis. Hashtag Free Tirpan is de hashtag die er wordt gebruikt. Is het waarschijnlijk ook wel voor een deel jouw persoonlijke verhaal dat ook gewoon heel erg beklijft en mensen aangrijpt? Want iedereen kan zich voorstellen, het voetbal is verre van het belangrijkste in jouw leven nu. Ja, ik denk wel sowieso dat de supporters, de steun dat ze mij hebben getoond, ook tegenover mijn gezin. Mijn vrouw kreeg bloemen thuis. Heel, heel gek allemaal hoe dat we gesteund zijn geweest. En iedereen kent het verhaal een beetje, met de reden waarom ik ook terug wou in de winter vorig jaar. En dat was vooral mijn eerste keuze van naar mijn vrouw te komen. Maar ik heb me sinds dag 1 eigenlijk thuis gevoeld in Fortuna, wat dat heel gek klinkt. Maar ik heb toch al een tijdje mijn carrière in de voetbal en ik heb me nooit zo goed gevoeld in een club. Dus, jij zegt, men kent het verhaal, jouw vrouw heeft MS, een agressieve vorm, Avelien. En hoe gaat het nu met haar? Ja, ik zeg het, mijn vrouw is alleen maar respect voor haar. Ze is mentaal zo sterk. Ze zegt ook vaak van, ik heb MS, maar ik ben geen MS. En dat is ook het schone aan haar. Het leven gaat door. Ze werkt super hard elke dag. Ze is gewoon heel positief in het leven. En, voor mij is mijn vrouw ook een groot voorbeeld. Ze heeft mij leren relativeren. Ik zeg het, voetbal is belangrijk in mijn leven. Maar ik kon niet mijn gezin achterlaten in België en ik naar het buitenland gaan. Dus het was voor mij heel moeilijk om zo ver te zijn van hun. En, ik voelde mij een beetje egoïstisch van mijn carrière boven alles te zetten. Ik zat in het buitenland in Turkije en... ik zeg het, ik ben super gelukkig dat ik in Sittard ben. Ik moest mijn verantwoordelijkheid nemen als man. Ik ben getrouwd, ik heb een dochter. Roos. Ja. Maar hoe gaat dat dan in de praktijk? Want als zij slechte dagen heeft, dan... Je zei net voor de uitzending van dat is een dag geweest dat zij bijvoorbeeld haar benen niet meer voelt. Dan heeft ze natuurlijk al jouw hulp nodig. En de zorg voor jullie dochter maar, natuurlijk. Ik zeg het, mijn vrouw, zelf al moet ze kruipen op de grond, gaat ze mij bijna geen hulp vragen. Dat is ook het gekke aan haar. En, ik moet zeggen, de trainer George is ook wel een persoon dat menselijk... heb ik nog nooit meegemaakt in de voetbal, hoe goed hij is. En ik moet zeggen dat ook de spelers, de kapitein Ben en Mats bijvoorbeeld, me heel hard steunen. En als mijn vrouw een moeilijkere dag heeft... staat de club achter mij en mag ik ook sneller naar huis of hoef ik niet naar training te komen, wat ik ook niet graag doe natuurlijk. Maar ik moet zeggen dat de club, de trainerstaf en de spelers mij prachtig steunen in dit verhaal. Ja, dat is wel belangrijk natuurlijk. Hè. Dat is, we hebben hen, onder andere Mats, en we hebben de trainer gesproken na afloop van die nederlaag bij Sparta. Maar ze hadden nog wel goede woorden voor Michael. Ja, Mika is gewoon heel snel, agressief, zit een goede kop op.
Hij is gewoon een van de betere backs, rechtsbacks van Nederland, denk ik. Wij zijn gewoon hartstikke goed met elkaar samen. En ik ben ook blij dat hij het afdwingt met zijn kwaliteiten die hij op het veld heeft. Want anders was ik niet zo blij met hem geweest, hoor, als hij alleen maar aardig is. Mika een hele betrouwbare verdediger is. Heel moeilijk te passeren. Goed ook in zijn ervaring, daardoor coaching, politie kiezen. Dus als ik één ding moet kiezen, zou ik zeggen betrouwbaarheid. Nou, Mika, ga zo door en hopen dat het thuis ook allemaal goed blijft gaan. Dus je bent blij dat hij in Sittard speelt? Ja, maar nog veel blijer voor hem en zijn gezin. Dat je dat voor onszelf bent. Ik ben het voor ons heel blij mee. Maar voor zijn gezin en familie nog veel meer. Nou, ze zijn allemaal betrokken bij je. Maar je weet natuurlijk zelf ook, dat heb je ook meegemaakt in Turkije. Het is ook gewoon een keiharde business. En zij gaan uiteindelijk niet over jouw contract. Hoe ga je dat rijmen in de toekomst? Want het lijkt me wel lastig. Als jij niet presteert, dan voetbal je niet. Ja, maar ik zeg het. Ik heb volle focus op mijn voetbal natuurlijk. Ik ben iemand dat leeft van mijn sport. Dat weet iedereen dat mij kent. Dus ja, mij om gewoon de vertrouwen dat Fortuna in mij heeft gezet nu deze zomer om het terug te geven op het veld. En als je deze beelden ziet, deze is gewoon het grootste bewijs waarom ik mij goed voel in Sittard. Waarom ik gelukkig ben om in Sittard te zijn. Ja, deze mensen zijn prachtig. Ik heb met Mats echt een vriend erbij. Wat je in de voetbal heel moeilijk vindt, heb ik in Mats wel gevonden. Het is gewoon een prachtige persoon. En zoals je ziet, Georges Schulte is een trainer dat gewoon een menselijke vlak... met deze trainer kun je over alles spreken en hij is er altijd voor je. En, ja, daarom dat ik mij ook zo goed voel in Sittard, want deze zie je nu op beelden, maar eigenlijk is heel de club zo'n beetje ingesteld en dat is het mooie aan de club. Ja, mooi was ook dat Avelino dat gisteren nog weliswaar bij Sparta, wel op de tribune, hè? Ja, in het uitvak. Ja. Zat bij de Sittard supporters. Oh, bij de Sittard, oké. Heb ik dat verkeerd begrepen. Ja, mijn vrouw is wel een fanatieke voetbalfan, want in België gaat ze ook naar hun club heel vaak zien. En, Antwerpen. Ja, ze is wel gewend van bij de harde kern te zitten. Ja, we hebben Avelien heb ik vandaag een contact mee gehad. Ik had al een mailtje gestuurd van hey, heb je misschien nog een mooie boodschap voor Mikael? Kijk even mee. Hey, er werd mij of ons Eros gevraagd om een leuke videoboodschap op te nemen. Waarin we laten weten dat wij superveel van jou houden. Maar ik denk dat je dat wel weet. En dat ik, Roos, al onze vrienden en familie super fier zijn op jou. En het is misschien niet altijd de makkelijkste weg geweest. Maar dat hoeft ook niet. En we kijken uit naar alle leuke dingen die er nog gaan komen. Mwah. Nou, mooi. Ja. Ja? Ja. Kun jij op enige manier in de spiegel of in de glazen bol kijken wat er voor jullie ligt nu? Wat gaat er komen van jullie? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Ik denk dat sowieso al in het leven heel moeilijk is. Maar ik zeg het gewoon, heel positief in het leven blijven staan. Je ziet het ook aan de beelden, hoe positief mijn vrouw is. Ja. En gewoon genieten, werken en we zien wel wat het leven geeft. Maar ik denk dat genieten vooral het belangrijkste is. Zo is dat. Nou, mooi. Ga je even bijkomen? Zaterdagmiddag komt Mikael in actie tegen Heerenveen. Je voelt het allemaal live op L1 Radio. En ook zondag een hele middag sport op L1 Radio. Mikael, Heerenveen, wordt dat revanche? Het wordt zeker als ploeg dan terug rechtstaan en laten zien dat het een off-day was. Dus... het wordt een belangrijke week voor ons. Hard trainen deze week en laten zien aan de supporters dat tot ginder toch een verre verplaatsing gaan doen. Dat we er 200% gaan vechten om er een goed resultaat te halen. Ja, want na dit weekend komt op dinsdag Ajax naar Sittard. Ik kan me herinneren, vorig seizoen hadden jullie best wel een lastige start. Omdat het ook wel hele lastige tegenstanders waren. Dat is nu toch wel iets anders. Hè. Waar moeten jullie het van hebben nu de komende weken? Ik denk vooral, we hebben wel een lastig programma nu. We spelen Heerenveen wat dan niet makkelijk is, Ajax. Maar oké, ik zeg het, ik denk dat de club ook goed werk heeft geleverd van alle belangrijke spelers te houden. Dus we hebben toch spelers als Seuntjes, Ben, ik zeg maar Zian, Roel. Dus we hebben kwaliteit in de ploeg, maar aan ons nu om het te tonen op het veld en gewoon te strijden allemaal samen. Ik ben ervan overtuigd dat we goede resultaten kunnen halen, maar kwaliteit is niet het enigste. Het harde werk moet er ook zijn en aan ons gewoon om op het veld ervoor te gaan.